Wilders is op oorlogspad. Hij is helemaal klaar met de twee gezichten van Yeselgus. Yeselgus klaagt namelijk onwijs over pro-Palestina sit-ins op 7 oktober. Ze noemt het antisemitisch en pro-Hamas. En dat schiet bij Wilders in het verkeerde keelgat. Het is namelijk ongelooflijk opportunistisch. En daar heeft Wilders een punt. De VVD heeft onder Rutte in al die jaren miljoenen asielzoekers binnengelaten. De grenzen hebben jarenlang wagenwijd opengestaan. Logisch dat je dan culturele frictie krijgt. Wat vinden jullie? Geven jullie Wilders gelijk of niet? Laat het me weten en like en deel deze video.